Dag Hans, welkom in onze maandelijkse videoblog waarin we macro-economische trends analyseren. Deze keer heb je productiviteitsgroei als structureel thema naar voren geschoven. Waarom eigenlijk? Omdat het een heel belangrijk thema is, structureel. Ik denk dat niemand het beter zei dan Paul Krugman. Productivity isn't everything, but in the long run, it's almost everything. Dus het is met name de belangrijkste bron van welvaartscreatie op lange termijn. En wat we zien is dat die productiviteitsgroei al twee decennia slabakt. En dat is natuurlijk niet wat we willen. Dus dat staat toch in schril contrast met wat we zagen in de jaren 60, 70, begin jaren 80. Gemiddeld genomen hadden we daar een productiviteitsgroei over die decennia heen van 2,5%. Ja, de voorbije twee decennia is dat in alle OESO-landen gemiddeld slechts 1%. En in België nog minder. Dus het is echt wel belangrijk om daar op in te zetten. Een matige productiviteitsgroei dus. Anderzijds, Hans, er is in die periode veel geïnvesteerd in innovatie. We hebben ook fabrieken van de toekomst met automatisering en digitalisering. Hoe verklaar je dan toch die lage productiviteitsgroei? Ja, dat lijkt een paradox. Maar die kunnen we verklaren door te zeggen dat er wel degelijk productiviteitsgroei was. Maar die was vooral geconcentreerd bij een kleine groep van bedrijven, selecte elite, zeg maar, die ook vaak overdreven marktmacht hadden, monopolies, oligopolies. En wie dat zegt, zegt natuurlijk vaak een gebrek aan investeringen in de rest van de economie. En dat is natuurlijk ja, toch een belangrijke gebeurtenis geweest, in combinatie met macro-economische en financiële instabiliteit. We hebben een aantal crisissen gekend. Dat heeft ervoor gezorgd dat die private investeringen toch lager kwamen te liggen. En ook overheden investeerden niet al te fors. En ook dat zal allicht gewogen hebben op de groeicijfers, op de productiviteitscijfers. Ja Hans, anderzijds is er technologische vooruitgang, ook nu, met bijvoorbeeld artificiële intelligentie. Zijn jullie hoopvol gestemd voor het komende decennium bijvoorbeeld? Zien jullie factoren die weer naar een hogere productiviteitsgroei kunnen leiden? Ja, toch wel. Een drietal factoren. Ten eerste heb je de vergrijzing van de bevolking en de krapte op de arbeidsmarkt die dat genereert. En dus in die context zullen bedrijven toch aangespoord worden om automatiseringen te doen, innovatieve investeringen wat dat betreft, die dan toch ook weer de productiviteit kunnen aanzwengelen. Ten tweede zijn overheden ook echt gaan beseffen dat die kwaliteit van de publieke kapitaalvoorraad ertoe doet. En dus dat er moet geïnvesteerd worden in infrastructuur, ook in digitalisering, openbaar transport en dergelijke. Dus dat wordt nu eindelijk ter harte genomen. En dat heeft ook een groot multiplicatoreffect op de groei in het algemeen. Dus dat is goed. En ten derde natuurlijk, zoals je al zei, de nieuwste ontwikkelingen in zaken artificiële intelligentie. En artificiële intelligentie is wat men dan noemt een general purpose technology, heeft in principe de capaciteiten om heel de economie te impacteren, te affecteren, net zoals stoom in het verleden, elektriciteit, ICT in het verleden. Ja, en daar, als ik de studies daarop op nahoud, ja, moeten we toch zeggen dat er sprake is van een zeker optimisme. En ook wij denken dat dat een reden is om terug positiever te zijn met betrekking tot de toekomstige productiviteitsgroei. Ja, optimisme rond productiviteitsgroei. Anderzijds is er toch ook enige bezorgdheid rond de impact van AI op de werkgelegenheid. Gaan we in de toekomst spreken over technologische werkloosheid bijvoorbeeld? Ik denk het niet, maar ik ga hier af op de geschiedenis. Hè. Dus historisch gezien is het altijd zo geweest dat je een substitutie-effect had. Dus bepaalde jobs verdwenen, maar dat er ook altijd een compensatie-effect was. Hè. We hebben dat bijvoorbeeld gezien bij de overgang van transport met paarden naar auto's. Hè. Dus die verzorgers van paarden werden dan op een gegeven moment automonteurs. Maar ja, ik wil het zeker niet doen lijken alsof alles pijnloos zal verlopen. Dat zal echt wel fricties met zich meebrengen. En daar ligt ook een taak weggelegd voor werknemers zelf in termen van scholing, bedrijven en ook overheden. Dus het zal niet vanzelf gaan. Ja. Hans, als we deze evoluties rond productiviteitsgroei nu bekijken, wat is de impact daarvan op jullie beleggingsstrategie? Ja, we zijn overwogen aandelen vandaag en met name in Amerika. En voorlopig denk ik zullen we dat zo houden, omdat ook Amerika allicht de economie is die het best geplaatst is om te kunnen die productiviteitsstijgingen en innovaties capteren. En dat is een economie waar de potentiële productiviteitsgroei toch hoger zou moeten kunnen liggen dan in andere regio's. En met name ook omdat je daar een aantal bedrijven hebt, zoals de Magnificent Seven, die daarop blijven investeren en die voorlopig nog altijd heel gunstige omzet en winstcijfers laten zien. Hans Bevers, bedankt voor deze toelichting. Graag gedaan.